dank jullie wel voor deze gelegenheid om te vertellen waarom. Mijn collega Michiel van Berg heeft zojuist al heel veel verteld over mij. Ga ik niet herhalen. Maar wat ik wel wil vertellen is waarom we dan die visie, die missie hebben, duurzame energie van iedereen. Is dat we zouden kunnen argumenteren, al onze concurrenten zitten in zwaar weer. De winsten verdampen in de oude wereld. Stranded assets noemen ze dat. Afscheiden van kolencentrales en kerncentrales. Maar er is een veel belangrijke reden, dat is dat er maar één aarde is die door kan leven. Er zijn misschien wel meer planeten, maar één leefbare aarde, zoals we nu weten. En die willen we doorgeven. Dat is de intrinsieke motivatie die velen van jullie ook zullen hebben. Mijn naam is Gerben Nijer, Sustainability Manager van Eneco Groep. En mijn boodschap is dat duurzame bedrijven beter presteren. Misschien wisten jullie dat al, maar misschien komt het wel eens wat vaker voorbij dan die onderzoeken waaraan dat blijkt. Maar ik kwam een onderzoek tegen waarin alles bij elkaar kwam. Die zal ik zo laten zien. Maar misschien belangrijk om deze boodschap te hebben is dat het veel fijner is om te werken aan iets waar energie in zit. Want ik ben ook wel overtuigd van alle ellende die klimaatverandering met zich mee kan brengen. Of de slechte lucht die we inademen. Of het gebrek aan biodiversiteit die dat dalende is. Maar het is wel leuk om te werken aan iets positiefs. En daar energie van te krijgen. Dat onderzoek. Dat is de relatie. Er zitten niet de minste partijen bij die dat onderzocht hebben. Maar in totaal sinds de afgelopen 40 jaar zijn er meer dan 2000 onderzoeken geweest. Naar de relatie tussen duurzaamheid en financiële prestaties. En bijna 2/3 van die onderzoeken laten zien dat er een positieve correlatie is en slechts 8% een negatieve correlatie. Oftewel, duurzame bedrijven presteren beter. Sinds 2010 werken we samen met het Wereld Natuurfonds. We zijn gestart als Climate Savers. Select groepje van multinationals, ongeveer 30 wereldwijd. Hewlett Packard, Sony, Coca-Cola. En die richten zich op het verminderen van CO2-uitstoot. In hun directe omgeving en in hun ketens. En tijdens die vaak toch ook onderhandelingen met het Wereld Natuurfonds om tot die club te mogen behoren, was het. Er werd vaak gezegd: kunnen jullie een stapje harder? Kunnen jullie niet een tandje bijzetten? En onze beleving was dat wij maximaal investeren in duurzame energie. Alle maximale financiële middelen inzetten. Dus mijn reactie was ook: van wanneer is het dan goed genoeg? En toen die vraag niet goed beantwoord kon worden, dacht ik: nou, misschien hebben we wel een goede vraag te pakken. Dus we zijn samen op een zoektocht gegaan naar beantwoording van de vraag: wanneer doe je het goed genoeg? En zo is het initiatief One Planet Thinking ontstaan, waar het Wereld Natuurfonds nu een wereldwijd programma op heeft zitten, om bedrijven te helpen binnen de grenzen van de aarde te opereren. En waarom dan? Waarom One Planet Thinking? Nou, ik zei het net al, we hebben maar één leefbare aarde. En wij als Nederlander, met onze gemiddelde Nederlander, ik zeg niks over jullie natuurlijk, dat is maar de gemiddelde Nederlander is 3,6 aardes nodig om. En een gemiddelde wereldburger 1,6, dat zegt het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds. En die 1,6 gaat langzamer, zeker in 2050 gaat het best wel snel, naar 4 aardes. En dat is dus geen houdbare, leefbare situatie. Wat wij daar aan doen is onze verantwoordelijkheid nemen als een hele groep en die. Filosofie, dat gedachtegoed van One Planet Thinking, leven binnen de grenzen van de aarde vertalen naar ons bedrijf en aan onze klanten. Want Michiel zei het net al, zonder onze klanten kunnen we deze energietransitie niet realiseren en kunnen we ook niet die ambitie om binnen de grenzen van de aarde te leven realiseren. Dat betekent wel dat we zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Dat zal ik zo naar jullie terugkomen. We hebben 4 doelen gezet op het leven binnen de grenzen van de aarde. En gekeken naar waar onze impact zit. Begin met schone lucht.
Misschien aardig om te weten dat de lucht die wij ademen in Nederland eigenlijk helemaal niet zo schoon is. De Europese normen halen wij geregeld niet, als het gaat om bijvoorbeeld fijnstof. En gedurende dit traject kwam ik erachter dat de Europese normen eigenlijk zo streng niet zijn. Want de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft een norm die 2 keer zo laag is. Dus als wij investeren in duurzame energie, dan volgt die schone lucht op de koop toe. Ik sla klimaatverandering even over, want daar kom ik zo op terug. En ik stap even over naar Nomad Los, de richting op biodiversiteit. Ik moet eerlijk zeggen dat het volledige beeld van onze impact op biodiversiteit, dat ik dat nog niet heb. Maar dat zijn we aan het onderzoeken. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld deze energiecentrale die een schoorsteen heeft. En uit de schoorsteen komt niet alleen CO2, maar ook bijvoorbeeld stikstof. En we hebben laten onderzoeken dat slaat ergens neer in natuurgebieden. En ik ben weer wat wijzer geworden, want die stikstof is in Nederland echt wel een probleem. En dat komt gelukkig niet alleen door de enige schoorstenen, maar vooral landbouw en verkeer. En wij doen eigenlijk een aantal extra druppels in die overvolle emmer en hebben daarin een mede verantwoordelijkheid. En we zijn dus aan het kijken van hoe zou je die impact kunnen verminderen en als dat niet lukt, heeft te compenseren. Circulariteit. Ja, we zijn van oorsprong een bedrijf met niet tastbare producten. Die is niet altijd even gezond om een kilowattuur mee te pakken of een kubus gas. Maar wij zijn in transitie en we hebben inmiddels producten zoals stoom, waar onze fysieke producten zijn en waar onze namen staan. Dat brengt een andere verantwoordelijkheid in. We proberen die producten circulair te maken. En dat betekent dat of het wat iets meer, dat dacht ik al van in eerste instantie, dat betekent dat het recyclebaar is. Nou, dat kan, zeker. Maar dat betekent ook dat je het businessmodel misschien wel moet veranderen. Naar een verhuurmodel in plaats van verkopen, zodat het weer terugkomt. Ik denk dan aan mijn MacBook, waar ik die ook inmiddels bijna 10 jaar heb. En die modulair is opgebouwd. Dus je kan een paar dingen eruit halen en weer nieuwe erin doen en hij doet het weer als een nieuwe. Zo zou je eigenlijk op de markt kunnen zetten. Dat doen we nog niet, maar dat willen we zeker doen. Ons belangrijkste impact is klimaat. In Nederland is de emissie van CO2 en CO2-equivalent ongeveer 200 megaton. Die van ons was in 2015 ongeveer 13 megaton. Dus ergens tussen 5 en 10% is onze impact. Dat is niet alleen in eco, dat is in eco naar klanten. Dus dat is onze belangrijkste impact waar we wat aan willen doen. Wat we doen is ons committeren aan de klimaatafspraken die eind 2015 gemaakt zijn in Parijs. Ruim binnen de 2 graden opwarming van de aarde. We zijn het eerste Nederlandse bedrijf dat zich wat toegelaten is tot het Science Based Target Initiative. Er zitten 4 grote NGO's achter, zoals Wereld Natuur Fonds, CDP, Carbon Disclosure Project, BRI, World Research Institute en UN Global Compact. En wereldwijd zijn er inmiddels 40 bedrijven, ook weer die gerenommeerde grote multinationals, HP, Coca-Cola, Sony, die zich committeren aan klimaatafspraken in Parijs. En alleen committeren is niet voldoende, moet ik laten zien dat het kan. Dit is de target die wij, ik had het net over ongeveer 13,9 ton, het was precies 12,9 in 2015. En we hebben dat vertaald, die ruimte binnen 2 graden, naar een maximale uitstoot die we mogen hebben in 2020 van 11,2 megaton. Als we dat realiseren, dan zitten we precies op de 2 graden, dus eigenlijk moeten we ruim onder zitten. Elektriciteit is daar een onderdeel van, maar eigenlijk is de grootste uitdaging dat we een alternatief vinden voor aardgas. We leveren aardgas in onze klant om een huis te verwarmen, aan de agrosector, aan zakelijke klanten. Eigenlijk moeten we naar een alternatief voor aardgas, want daar zitten de belangrijkste emissies. En dat is een mega opgave waar we gezamenlijk voor staan. Het is een beetje vergelijkbaar voor degenen die het ook nog meegemaakt hebben of weten van kolen naar gas, dat was in de jaren 60. Immense operatie, en dit zal denk ik vergelijkbaar kunnen zijn. Misschien nog wel intenser. Om een voorbeeld te laten zien, dit is wat we doen met elektriciteit.
Dit is de CO2-intensiteit van de elektriciteit die we leveren. De zwarte lijn is wat er in Europa gemiddeld gebeurt aan CO2 per kilowattuur. De rode lijn is wat wij aan CO2 nog emitteren. En de oranje lijn is waar we ons aan geconfronteerd hebben. En dat is de lijn om ruim binnen 2 graden te blijven. Mijn collega zei het al, partnerships, daar zie je in, want ik denk zo'n 70-80% van onze emissies ligt bij onze klanten. En wij hebben daar verantwoordelijkheid in, want wij leveren producten zoals gas en elektriciteit. Dus wij zullen daar de klanten moeten helpen om dat te verduurzamen. Een voorbeeld daarvan is partnership met de NS, waarin zij in 2 jaar tijd de trein hebben laten rijden op windstroom. Voor de helft uit Nederland, voor de helft uit Nederland. Waardoor ze het eerste wereldwijd, of Europees, ik weet niet zeker meer, volgens mij wereldwijde treinvervoerder zijn die klimaatneutrale treinkilometer hebben. Dat betekent dat we ook zelf aan de bak moeten, om het zo maar eens te zeggen. En dat betekent dat onze mobiliteit anders moet. We zetten in op duurzaam delen, openbaar vervoer, elektrisch vervoer en de Oerhollandse fiets. Het is een gevoelig onderwerp, kunt u zich voorstellen. We proberen de medewerker daar mee te nemen waarom we het doen en hoe we het doen. Het waarom is duidelijk en dat begrijpen mensen. We hebben maar 1 aarde, wij zullen een steentje bij moeten dragen. Gelukkig hebben we daar ons kantoor en ons kantoor, daar rijdt een trein voorbij. Gelukkig stopt hij ook op een intercity station. Dat maakt het openbaar vervoer een goed alternatief. Maar uiteraard zetten we ook in op elektrisch vervoer. En met name de deelauto's. We gaan onze arbeidsvoorwaardelijke leaseauto's uitfaseren de komende 3 tot 4 jaar. En je kunt zich voorstellen dat dat een gevoelig issue is. Dus we zullen een goede alternatieven moeten. Terug naar de boodschap. Duurzame bedrijven presteren beter. We zien dat aan een continu hoge motivatie van onze medewerkers. We zien dat aan een stijgende trendlijn van de internal alignment van onze medewerkers met onze missie. Hoe dragen ze bij aan onze missie? Ook extern wordt gewaardeerd. Die Building Index, ik wist niet of van wat bestaan, maar het is toch leuk om nummer 1 te staan. En we blijven favoriete werkgever in de energiesector. Ik hoop dat naast de intrinsieke motivatie die jullie ongetwijfeld hebben, dat het ook duidelijk is dat duurzame bedrijven beter presteren. Mochten jullie daar nog niet op inzetten, dan nodig ik jullie daar natuurlijk uit en mij helpen daar uit. Dank u wel. Is iemand een brandende vraag? Ja, ik hoor heel veel over wat je met medewerkers doet, wat je van klanten verwacht. Maar een van de grootste bronnen van de mogelijkheden om te verduurzamen is dan eigenlijk al die huizen te isoleren, want besparing levert nog steeds veel meer op dan werkelijk elke andere vorm van circulaire economie is. Waarom hoor ik jullie daar zo? Heb ik nog bereikt? Ja, dat ben ik bereikt. Goed punt. Zeker begin met isoleren. We hebben de keuze gemaakt om daar zelf geen mensen op te zetten om te isoleren, omdat het echt een vak apart is. Maar we zijn wel bezig met een initiatief om de mensen aan onze klanten te helpen om die isolatiemaatregelen te nemen. We noemen dat een huisscan, waarin klanten inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn specifiek voor hun huis. Dus dat wordt volgens mij ergens dit jaar wel gelanceerd. Dus het is onder de aandacht. We hebben wel de keuze gemaakt om daar zelf niet onze core business van te maken, maar het is het begin van isoleren. Ik ben helemaal met u.